Breda Nu. Breda in Beweging wordt mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Goeiedag, ik ben Jort. De kans is groot dat u deze weken meer thuis zit dan gebruikelijk en minder beweegt. Het is bekend dat op het moment dat we minder bewegen, onze spierkracht en conditie sneller achteruit gaan. En daarom is het van belang om nu in beweging te komen. Wij gaan u daarbij helpen door u dagelijks een beweegprogramma aan te bieden. Dit programma zullen wij u laten zien vanaf 11 uur, meerdere keren op een dag. Gaan de oefeningen niet zoals het moet of vindt u ze moeilijk? Dat maakt niet uit. Doe gewoon wat u kunt. Ga er niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Heel veel succes en vooral veel plezier. Goedemorgen beste mensen, welkom bij Breda in Beweging. Vandaag wordt u vermaakt door... Mijn naam is Maurice. Anne. En Davy. En we hebben een hele mooie workout voor jullie. Bent u er allemaal klaar voor? Dan gaan we starten. En we beginnen met de mambo op rechts. Heel goed. Je mag de heup een beetje mee losdraaien als je wilt. We gaan een klein beetje die hartslag omhoog brengen. Let op, we gaan wisselen van been. Andere kant, wissel van been. Heel goed. Mag een beetje lachen, hè? We moeten er allemaal nog een beetje in komen. We gaan naar een actieve rust. We gaan stappen op de plaats. Neem je armen lekker mee. En dan gaan we zo meteen naar een zijstap. Als Maurice hem even voor wil doen, zijstap. Heel goed. Let op, daar gaan we. Doe maar mee. Zijstap. Buik een beetje mee in je standbeen. Neem je armen mee. Hij gaat lekker. En dan gaan we zo meteen wisselen van kant. Let op. Wissel van kant. Heel goed. Komen we er een beetje in? Zeker. Ja? Heel goed. Nog 5 seconden en dan gaan we weer naar een actieve rust. Let op. We gaan stappen op de plaats. Heel goed. De volgende oefening wordt een kruisachter. Maurice, zit er maar eventjes voor. Kruisachter. Heel goed. Let op, komt ie aan. Ga maar mee. Kruisachter. Draai maar een beetje heen met die heupen. Je mag een beetje plezier hebben in wat je doet, hè? Ja, zo ja. Hop. Goed zo. Nog 15 seconden. Hartslag gaat een beetje omhoog. Je begint het een beetje warm te krijgen als het goed is. Nog 10 seconden. Oh yeah. Let op, we gaan weer even stappen op de plaats. En je mag als je kunt je knieën hoger heffen. De intensiteit mag een klein beetje omhoog. En dan gaan we over 5 seconden terug naar de mambo. Ben je er klaar voor? Yes. Mambo! Heel goed. En draai je eventueel die heup maar mee, hè. Mag je armen meenemen als je wilt. Als je kunt. Hoeft niet. Mag. En dan gaan we zo meteen wisselen van kant. Let op. Wissel. Heel goed. Nog 5 seconden tot een actieve rust. En stappen op de plaats. Heel goed. Je begint al een beetje warm te krijgen als het goed is. Een beetje kleur op de wangen. Nog 5 seconden. En dan gaan we naar de zijstap. Go. Zijstap. En hoe dieper je doorzakt in je standbeen, hoe zwaarder dat hij al wordt. We doen dat het lichaam warm wordt. Dan gaan we zo meteen wisselen van kant. Wissel. Netjes. Nog 5 seconden, dan gaan we weer eventjes stappen op de plaats. En stappen. We hebben nog een klein stukje voor de warming-up. Over 5 seconden nog eventjes naar het kruisachter. Yes, let's go. Kijk, we hebben er zin in zoals u ziet. Gaat u mee thuis? Klap maar, hè.
Let op, even actieve rust stappen op de plaats. Dan gaan we zo meteen naar een dubbel stap tik. Die kant op. Nog 5 seconden. Ja, maar we zitten maar voor. Go! Hoe groter je beweegt, hoe hoger de intensiteit, hè? Dat betekent ook dat je meer calorieën verbrandt. Hé, hey, dat is goed nieuws. Kom op, ga door, nog 15 seconden. Nog 10 seconden en dan gaan we weer naar een actief herstel. Gaan we weer even stappen op de plaats. Stappen maar. Dan gaan we over 10 seconden gaan we naar een V-pas. Breed naar voor, smal naar achter. Breed naar voor, smal naar achter. Gaat u mee? Breed naar voor, smal naar achter. Als je wilt, mag je je armen meenemen. En ook hierin kun je je beweging zo groot maken als je wilt. Je kunt je armen laag houden, je kan ook omhoog. Maak je hem nog groter, nog een iets hogere intensiteit. Denk je, dat vind ik allemaal te lastig, zet je hand op je heupen. Ook goed, als je maar blijft bewegen. Nog 5 seconden, dan gaan we weer lekker even stappen op de plaats. En stappen maar. Gaat het goed? Zeker. Ja? Heel goed. Nog 5 seconden en dan gaan we weer naar de dubbel stap tik. Yes! En als je denkt, nou ik heb rechts in, klap maar in je handen. Hop! Kom op! Als je een beetje zwaarder wilt, zak je wat dieper in je benen. Mag hè? Dus je kunt hoog blijven, je kunt ook wat dieper zakken. Kijk even wat het beste bij je past. Nog 10 seconden tot een actieve hersenrust. Let op, komt ie aan. Even stappen op de plaats. En dan gaan we zo meteen naar de V-pas op de andere kant. Dus ik hoop dat je onthouden hebt welk been je net begonnen bent. Maar dat voel je vanzelf als het goed is. Nog 5 seconden. V-pas. En ook hier zou je hem zwaarder kunnen maken door bij een breed stappen iets verder te zakken. Hoeft niet, mag wel. Denk aan de opties met de armen. Doe wat bij het lekkerste voelt, wat het beste bij je past. Beweeg groot, beweeg iets kleiner. Allemaal goed, als je maar beweegt. Nog 10 seconden. Hoe gaat ie? Lekker? Goed, ja. Heel mooi, stappen op de plaats. En nog even. En dan gaan we weer naar de dubbelstap tik. Ben je er klaar voor? Ja. Go! Probeer het maximale eruit te halen. Op je eigen niveau. Gebruik iedere seconde. Nog 15 seconden. Ga lekker door. Kom op. 5 seconden, weer het stappen op de plaats. En stap maar. Neem je armen lekker mee. Dan gaan we zo meteen naar een repeater knee. Dat betekent dat je met één been naar voren stapt en met het andere been de knie telkens naar voren brengt. Komt ie aan. Go! En ook hier bepaal je zelf hoe groot je beweging maakt. Of je wel of niet je armen mee wilt nemen. Let op dat je een beetje mee blijft buigen in je standbenen. Voel je al iets in die benen? Zeker. Ja? Nog 10 seconden. Handen. Dat mag, hè? Dat betekent dat er iets gebeurt. We gaan weer stappen op de plaats. We hebben nou 1 kant gedaan. Dus, wat gaan we doen? Andere kant. Nog 5 seconden. Dan gaan we naar de andere kant. Ja. En je wilt deze kant net zo mooi hebben als de andere kant. Hè? Dus je werkt weer even hard. Hop.
Beweeg lekker groot en neem die armen mee. Nog 10 seconden. Dan gaan we nog één keer weer stappen op de plaats. En dan stappen we heel rustig de cooling down in. We gaan stappen op de plaats. Heel goed. Hoe gaat het? Goed. Heb je lekker getraind tot nu toe? Zeker. Heel fijn. Ja. Top. Dan ga je rustig draaien met je schouders. En je schouders naar voren. En blijf ondertussen stappen. Heel rustig. Draai naar achter. Rustig de schouders losdraaien. En als het goed is, voel je dat je hartslag een klein beetje begint te dalen. Iets rustiger wordt. Blijf even staan. Ga je heupen los. Eerst de ene kant op. Nou, de andere kant op. Zet je even één been voor, andere been achter. Dan buig je door je achterste been. Je zet je hand op je achterste been. En dan voel je als het goed is te stretchen aan de achterkant van je voorste been. En dan verplaats je rustig je gewicht naar voren, je achterste hak in de vloer. Dan voel je stretch in je kuit. Wissel van kant. Zet je andere been voor, buik in je achterste been. En verplaats rustig je gewicht in je voorste been. Dan kom je terug naar het midden. Open even je borst. Handen achter je lichaam, strek op. Rust in je ademhaling. En dan draai je even je romp los. Draai je heel mee los. En zeg ik groot applaus voor jullie. Voor de mensen thuis. Hopelijk dat jullie het leuk hebben gehad. En heel graag tot de volgende workout. Breda en Beweging werd mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Breda Nu.